ik ouder dan 18 ben, kan ik niet zomaar een opleiding volgen. Even langs de dokter solliciteren voor een baan. Zo jammer dat het zo moet gaan. Dat ik steeds moet horen dat ik geen papieren kan krijgen. Waarom niet? Mijn ouders dragen toch ook bij aan de economie. Staat daar niks tegenover? De lonen in Nederland moeten gewoon omhoog. Maar dat, die hogere lonen, die betere arbeidsvoorwaarden, die meer bestaanszekerheid, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat moet je collectief doen. Het minimumloon moet geen maximumloon zijn. Mensen, dat is precies wat jij ook zegt, Diederik. Mensen moeten gewoon veel meer kunnen verdienen dan dat. Dus moeten ons ook niet de blind slaan. Die groep blijft nog steeds onder de radar. We weten dat deze mensen hier in onze stad zijn. We zorgen dat deze mensen ook hier in onze stad blijven. Het probleem is dat we niet met zijn halen voorzorgen dat ze volwaardig meedoen in onze samenleving. Ik zou zeggen, gun die mensen in Amsterdam-Noord sloop nieuwbouw. Zodat ze wel terug kunnen komen in een woning met energielabel A. Maar we moeten bijvoorbeeld ook zorgen voor goed verhuurderschap. En dat moeten we stimuleren. Dus ook het helpen van bewoners en actie ondernemen. En als een sterke overheid achterstallig onderhoud aanpakken. Heel erg bedankt iedereen dat jullie hier waren. En tot de volgende keer.